Dames en heren, zien jullie dat ook? Achter mij staat een mega grote skelet. Wat is dit? Ja, vandaag spelen we dus Minecraft en er zijn dus mega grote beesten. En oh my god, die skelet begint op me te schieten. Oké, wow. Ik heb hier deze houten zwaard. Als ik een skelet kan killen die zo groot is met een houten zwaard, let's go! Oké, wajo, ik krijg gelijk ook spullen van. Oh nee, au, au. Oh, deze gaat dood door de dinges. Oké, let's go. Oh, en je hebt hier ook mega grote koeien. Die wil ik ook killen. Let's go! Ja, vandaag zijn er dus gigantische mobs in Minecraft. Net zoals deze gigantische hond. Oh nee, oh wat. Ik sta moeilijk in deze bestjes. Oké, dat ging niet heel goed. Kijk, deze gigantische hond. Wacht, ik wil deze hond als mijn hond. Kan dat? Ik heb hem mijn twee botten gegeven. Het is niet gelukt. Oké, wacht. Deze koe gaan we even killen. Let's go. Ja, vandaag zijn dus alle mobs gigantisch. En er is ook iets heel bijzonders. Want deze gigantische mobs zijn niet zomaar gigantisch. Net zoals deze gigantische spin die hier helemaal in de grond zit. What the F. Nee, deze gigantische mobs die kunnen ook iets droppen wat normale mobs niet kunnen. En dat is een gigantisch oor. En die willen wij even krijgen. Maar tot nu toe is me dat nog niet gelukt helaas. Oké, om dat sneller voor elkaar te krijgen, laten we even wat bomen hakken en wat steen fixen. Zodat dat ik misschien zeg maar een gigantische pickaxe kan maken of zo. Nee, helaas zijn er geen gigantische items, alleen gigantische bots. Maar dan kan ik bijvoorbeeld wel een gigantisch zwaard maken. Nee, dat kan dus niet, Mick. Dat kan dus niet. Maar ik kan wel een stenen zwaard maken, dat wel. Oké, ik maak hier alvast een crafting table, want die gaan we nodig hebben. En dan hier beneden bij deze gigantische varken zal vast wel wat steen te vinden zijn. Kom eens hier. Kom eens. Hoppa. Kom eens hier. Geef mij eens een gigantische oor. Nee, ik krijg weer geen gigantische oor. Oké, let's go. We hakken deze. We willen steen. Let's go. Kom op. Oké, dat is één steen. We moeten nog wat steen hebben. Ja. Oké, dat steen hakken in het water is misschien niet een mega slim idee. Maar hé, maakt niet uit. Het gaat een beetje sloom op deze manier. Oké, we hebben al twee steen. We gaan even sowieso meerdere steen fixen. Want dan kunnen we ook even een oven maken. Want ja, ik heb honger, zoals je ziet. Maar zoals ik al zei, alle mobs zijn dus gigantisch. Maar echt mega groot. En ze droppen dus ook een giant orb. Oh, wat? Ik heb er al één gekregen. Ja, deze dingen dus. En met die giant orb kan je dingen maken. Maar we hebben nog even wat meer giant orbs nodig. Even kijken. We hebben hier nu al een crafting table. En daar kunnen we nu even een stenen pickaxe mee maken. Let's go. Bang, bang. En we kunnen hier ook alvast een oven mee maken. En we kunnen ook, als we even één meer steen fixen, zo, hopsakee, gelijk een zwaard maken. Want die gaan we ook nodig hebben om de mobs te killen. Kijk eens aan. Hoppakee, dat is wat beter. En laten we ook even deze hier gebruiken om even wat eten te koken, want ik heb echt honger. Oké, we gaan sowieso even wat meer steen fixen. Misschien komen we nog wat leuke ores tegen. Misschien wat iron, dan kunnen we nog sneller mobs killen. We hebben dus heel van die giant orbs nodig, want als ik hier even kan kijken bij mijn crafting recipes, dan kan ik met die giant orb, als het goed is, wat maken. Giant orb, waar sta je? Nou, in ieder geval, ik heb deze giant orbs nodig om iets te kunnen maken, maar ik zie het even niet zo 1, 2, 3 ertussen staan. Of ik ben gewoon simpelweg blind, dat kan natuurlijk. Ik denk dat ik blind ben. Ik denk oprecht dat ik blind ben. Ik heb in ieder geval 9 van deze giant orbs nodig. Om een giant orb blok te maken. En daarmee kan ik weer iets heel speciaals maken. Maar ondertussen denk ik wel dat ik genoeg steden heb. De oven die is ook alweer klaar met wat vlees. Dus dat kunnen we ook even lekker chappen. Lekker. Oké, nou dit ding gaat nog wel even door. Laten we hier even lekker naar boven gaan. En zo, hopsakee. En dan gaan we meer van die gigantische monsters killen. Want we willen meer van deze giant orbs. Want die hebben we nodig voor iets heel vet. En er is één voordeel. Deze mobs, die hoef ik niet... Dat wordt niet moeilijk zoeken, zeg maar. Want ze zijn gigantisch. Maar echt gewoon echt mega groot. Kijk, ik denk dat daar een varken staat. Snap je? Dat is niet heel moeilijk. Pap, kom op. Kom eens hier. Kom eens. Hoppakee, let's go. Let's go. Oké, heb ik het al uitgekregen? Kom op. Oké, wat krijg ik? Nee, ik heb geen giant orb. Oké, laten we hier naar boven gaan. En even wat van die dingen killen. Oké, zo te zien zie ik hier al wat beesten. Kijk eens aan, wat zien we hier? Wat is dit dan weer? Dit is een... Is dit nou een vos? Wat? Oh nee, oh, ik moet echt oppassen voor die dingen, joh. Oké, die vossen ga ik niet aanvallen, want dat vind ik maar eng. Maar die koeien hier wel. Kom op, geef me een giant orb. Kom op. Nee, jij geeft me geen giant orb. Oké, prima maat. Oké, hier dan. Jij vakje, geef me een giant orb. Als ik je überhaupt kan slaan. Kom op. Oh, hij zit helemaal in die boom. Oké, die beesten buggen wel soms een klein beetje. Wat gebeurt er daar? Oké, we krijgen wel heel veel vlees. Dat is wel mega chill. En kijk eens aan. Oor, let's go. Ik wil kool. Wat zeg ik? Oor. Ja, het is ook een oor. Oké, we hebben nog steeds één giant orb. Waarom is dit zo moeilijk? Blijkbaar is de kans dus om ze te krijgen best wel klein. Dus hé, we moeten heel veel grote dieren killen. Want yo, ik ga niet stoppen totdat me dit is gelukt. Ik ga dit gewoon doen, ja? Oké, wat hebben we hier? Hebben we hier beesten, dieren?
Ik weet dat ik nog eten in die oven heb liggen, maar weet je, F dat gewoon. Ik kan me echt verrotten. Ik wil gewoon grote dieren killen. En als ik eten nodig heb, dan maak ik het zelf alweer. Why, yo? Oké, je hebt dus ook mega grote octopus. En wat? Mega grote vissen ook. Oké, en we hebben hier nog meer kool. Dat kan altijd handig zijn, zeker als ik straks weer eten wil hebben. Oké, ik denk dat ik wel genoeg kool heb. Let's go. Oké, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens. Oké, dit gaat lastiger dan ik dacht. Oké, even. Dit werkt niet. We moeten gewoon even naar. Even waar heel veel varkens en zo zijn. Oké, kijk eens aan. Normaal zijn kippen echt mega klein. Wat? Je kilt zo'n kip ook in één keer. Maar nu zijn kippen mega groot. En dat is chill eigenlijk. Oké, kom hier. Hoppakee, weer een kippie. Maar nog geen giant orb. Geef mij een giant orb. Kom op. Nee, we hebben er echt nog maar één. Kom op, bro. Geef me even een giant orb. Kom op, alsjeblieft. Nee, dit is het weer niet. Oké. Oh, er zijn hier wel heel veel dieren. Of ja, het lijkt heel veel omdat ze zo groot zijn. Kom op. Let's go. En nee. Oh, jawel. Tweede giant orb. Let's go. Wow, ik zie het niet eens. Oké, kom op. We hebben er 9 nodig. Kom aan. Oké, we hebben er pas 2. De kans dat ze droppen is dus echt heel erg klein. Maar hé, ze droppen wel. Dus ik ga gewoon door totdat ik niet meer kan. Oké, ik denk dat daar nog wat koeien zijn. Oh my god. Ik kan niet wachten tot het nacht wordt. Ik hoop wel dat ik in die tussentijd, totdat het nacht wordt, 9 van die giant orbs heb gevonden. Want ik ga dat wapen nodig hebben. Je kan er namelijk een wapen mee maken. En daarom wil ik ze ook hebben. En we hebben er nog maar 2. Volgens mij krijg je zo'n varken het snelst of zo. Volgens mij heb ik er tot nu toe 2 gekregen van een varken. Vandaar. Of het kan echt puur geluk zijn. Oké, ik zie daar in de verte een varken. Oh my. Oh, wat. Ik zie daar ook een bij. Oké, ga ik het doen? Ga ik het doen? Ja, let's go. Ik ga het gewoon doen. Kom eens hierbij. Ik wil je pakken. Ah, oké. Oh nee. Wow, een gigantische bij. Maar hey, ik ben alsnog sterker. Ik ben de sterkste man op aarde. Kom op. Kom hier. Let's go. Oké, nee, dit is ook niet genoeg. Kom op, jij koe. Kom eens hier. Ik snap dat het pijn doet. Maar jij moet mij gewoon die giant orb geven. Weer niet. Oké, we hebben er wel al 2. Maar we moeten er nog 9. Dat is echt. Of we moeten er nog 7 eigenlijk. Oké, het wordt donker. Dat vind ik niet leuk. Want ook omdat er dus ook gigantische zombies en alles. Oké, laten we snel even deze boom kappen. Om een crafting table weer te kunnen maken. Let's go. Oké, we maken snel een crafting table. Yes. En die plaatsen we hier. En dan maken we snel weer een oven. Want we moeten even eten fixen. Oké, we maken gewoon 2 ovens. Of zelfs 3. Of zelfs 17. Ik weet het niet. Gewoon heel veel. Bang. Hoppakee, 3 ovens. Let's go. Oké, dan wil ik hier wat kool in. Bang, met wat eten. Let's go. Hier wat kool in. Bang, met wat eten. Let's go. Hier wat kool in, met wat eten. En jullie geven me chops. Oké, ik ga die chops echt nodig hebben. Kijk, daar heb je nog een mega varken. Is hier nog iets wat ik kan killen? Ondertussen. Ja, een gigantische koe. Oké, kan je me alsjeblieft even zo'n mega orb weer geven? Kom op. En nee, helaas niet. Je geeft me wel 3 vlees. Oh my god, mega creeper. Oh nee, het zijn er 2. Oké, kom op. Dit is heel eng. Dit is heel eng. Oh nee. Eigenlijk ben ik stiekem ook wel heel benieuwd wat er... Ah! Wajo! Oh my god! Oké, dat was ook echt een mega explosie. Wat? Oké, creepers. Mega creepers geven dus ook mega explosies. Oké, ik ga echt snel die chops nodig hebben. Want ik heb nog maar 1 hartje. Oké, chop. Kom op, bro, chop. Oké, dit is wel echt top, hoor. Dit is wel echt top. Let's go. Oké, jij bent klaar. Jij mag deze kip nog even doen. Jij mag... ik heb geen eten meer. Maar we kunnen hier even eten verpakken. Jij mag dit nog even doen. Let's go. Oké, dit is top. Dan hebben we even veel chops. Dat is nice. We hebben hier die cooked pork chop. We hebben hier dit. En we kunnen met deze crafting table kunnen we ook even wat kleding maken. Zo, ik weet het. Leather kleding is niet het beste wat er is. Maar hey, het is beter dan niks. Hier, hoppakee. En leather pants. Let's go. Flexen met die leather pants. Oké, ik zie hier nog meer creepers. Oké, ik moet op zijn minst wel zo'n creeper kunnen pakken, toch? Oké, kom op. Oh nee. Oké, ze zijn heel... Oké, dit is gewoon eng, man. Dit is gewoon oprecht eng. Oké, geef me die giant orbs. Kom op. Oh, niet te ploffen. Het zijn ook echt 2 creepers. Kom op. Nee. Ah, ja, eentje heb ik. Let's go. Kom op. Yeah, let's go. Oké, krijg een giant orb ervan? Nee, natuurlijk niet. Ik helemaal mijn best hebben gedaan. Krijg ik er geen giant orb van? Oké, ik heb nog geen giant zombies gezien, maar ik kan... Oh, een giant skelet. Oké, ik vind skeletten sowieso al de irritantste mobs die er zijn, omdat ze kunnen schieten. Maar hé, ik heb hem. Let's go. Oké, waar was mijn... Oh nee, ben ik nou mijn ding kwijt? Waar is mijn eten? Oké, volgens mij... Ik had het hier ergens aan de kust geplaatst. Maar waar dat nu is, ik ben het een beetje kwijt. Is het... Ik ga wel de goede kant op. Ja,
let's go. Oh mijn god, ik zie ook al die gigantische zombies. Dit is gewoon echt eng, bro. Oké, okay, we hebben hier nog even zo'n steekje. Die kunnen we ook nog even erin gooien. Die gooien we gewoon in elke over één. Let's go. Oké, okay, als deze nog genoeg heeft tenminste. Ik weet het niet. Hier, heb je nog wat hout? Oké, okay, ik zie hier weer heel veel zombies en skeletten. Ik heb wel echt mega veel eten, dus dat is super nice. Laat ik dat even allemaal zo mooi in mijn dingetje leggen, in mijn inventory. Even kijken, dan heb je nog een steek voor mij. Jij ook, en jij ook. Dan nemen we dit weer even allemaal lekker mee. Let's go. Heb ik trouwens ook wat wol gekregen? Ik heb ook veel schapen gekillt, toch? Maar ik heb geen wol. Hoe kan dat nou? Oké, okay, ik dacht misschien kan ik anders een bed maken, maar dat kan dus niet. Oké, okay, gelukkig kan ik wel echt mega snel schapen vinden. Laat ik dit ding ook meenemen. Dat is wel handig. Oké, okay, mijn missie voor nu is gewoon om een bed te maken, zodat ik deze nacht even voorbij kan hebben, want ik kill veel liever varkentjes en zo. Ik vind zeg maar die grote mobs zoals zombies vind ik maar een beetje eng. Nee, maar ik vind zombies en creepers al eng. Laat staan gigantische zombies en creepers. En je zou zeggen, het moet niet heel moeilijk zijn om 3 wol te kunnen vinden nu met de gigantische mobs, toch? Mob, let's go. Mob, geef me ondertussen even zo'n giant orb. Nope. Oké, okay, we hebben hier wel mega veel koeien en kippen, maar geen schapen. Oh, daarboven op de berg zie ik schapen. Oké, okay, nice. Oké, okay, laten we hier... Oh, oh nee, dat zijn allemaal kippen. Dit zijn echt mega veel kippen trouwens. Kom op, kom op. Geef me even zo'n giant orb. Kom op, kippies. Kom op, geef me even zo'n giant orb. Tuurlijk niet. We krijgen helemaal niks. Oh, maar er komt wel zo'n skelet op me af. Ja hoor, ik vind skeletten zo irritant. Let's go, we hebben hem wel. Hoe kan ik nou geen giant orbje van krijgen? Kijk hoeveel er ik killde achter elkaar. Hier weer niet. En hier weer zo'n skelet. Kom op, kom op, kap. Kap. Gelukkig zijn ze niet mega sterk. Oké, okay, daar boven op de berg zie ik een schaap. Dan kunnen we een bed maken. Maar dan moet ik eerst wel boven op de berg komen. En ik zie al een mega creeper. Oh nee. Oké, okay, dit moet goed komen toch? Oh, en daar hebben we ook een zombie. Oké, okay, via het... Oh nee, mijn zwaard is kapot. Oh, dat is niet fijn. Oké, okay, dat is zeker niet fijn. Oh nee, ik... Oh, mega zombies zijn echt eng. Oh nee. Oh nee, ga weg. Ga weg, mega zombie. Ga weg. Oké, okay, gelukkig. Hij slaapt me niet of zo. I don't know hoe dat kan. Maar we gaan hier gewoon omhoog. Oké, okay, ik ga even in mijn inventory heel snel. Dan pak ik hier dirt. Let's go. Oké, okay, come on. Oké, okay, we zijn hier boven op de berg. Oké, okay, we moeten echt even die crafting table gebruiken om weer een zwaard te kunnen maken. Let's go. We hebben hier de cobblestone. Yes. Oké, okay, we hebben een zwaard. Oké, okay, waar is die mega schaap? Hij moet niet moeilijk te vinden zijn, toch? Hij was hier boven op de berg. Oh, het is een mega schaap. Ja, daar is hij. Oké, okay, let's go. Oké, okay, geef mij wol. Geef mij wol. Waar? Nee, megaschaap blijft hier. Geef mij wol. Geef mij wol. Kom op. Ja, yeah, let's go. Oké, okay, we hebben wol. Oké, okay, dat is 1. Nog 2 wol. En dan kunnen we eindelijk een bed maken en het weer dag maken. En dan kan ik stoppen met al die skeletten en zombies. Het is al moeilijk om die giant oars te krijgen. Laat staan op deze manier. Kom op. Oké, okay, daar. Oh, hier zijn veel schapen. Ja, ja, ja. Oké, okay, schapie, schapie, schapie. Geef mij wol. Ik zou willen dat ik jullie kon scheren, maar ik heb geen iron. Sorry. Jullie moeten mij het maar op deze manier geven. Oké, okay, let's go. Dat is nog wat wol. En hier nog eentje. Is dit ook wol? Ja, dit is ook wol. Oké, okay, dan kan ik nu snel een bed maken. Oh, ik heb hier een mooie plek gevonden. Oké, okay, dan pakken we hier de crafting table. Dan doen we 3 keer zo. En natuurlijk de 3 wol. Nu hopen dat ik kan slapen. Ja, let's go! Oké, okay, let's go. Oké, okay, als ik nu snel naar buiten ga, gaan al die mobs dood. En dan moet er toch wel iets van een... Kom op, drop even. Drop die giant oars. Let's go. Dit is wel tactisch. Oké, okay, kom op. Ja, nee, geen giant oar hier. Oké, okay, ze gaan allemaal dood. Zie je dat? Omdat het daglicht is. En misschien droppen ze dan wel een giant oar voor mij. Ondertussen kill ik gewoon die mobs. Ik moet giant orbs krijgen. Het is echt moeilijk om die dingen te krijgen, joh. Oké, okay, dames en heren, we zijn even verder. Ik heb echt urenlang mobs gekild, geloof mij het. En ik heb eindelijk die 9 giant orbs. Dit duurt echt mega lang. Dus hé, laat ik snel teruggaan naar die crafting table. Ik had hier ergens een crafting table, toch? Dat was hier, toch? Ja, wajo. Zieke gedachtegang. En dan boom. En kijk eens aan, dan kan je nu een giant chunk maken. En met deze giant chunk... Hier hebben we weer nieuwe recipes. Kunnen we als het goed is een drillboor maken. Maar waar die staat, ik heb geen idee. Ik weet wel hoe je hem maakt. Dus nee, dat is fijn. En weet je wat we daarvoor nodig hebben? Diamonds. Ja, dames en heren. Diamonds. Dus hé, we moeten eigenlijk gewoon lekker gaan minen. En hopen dat we diamonds tegenkomen. Gelukkig hebben we hier wat kool. Dus dan kan ik gelijk even dat meenemen. We hebben namelijk eerst iron nodig. En met deze kool kan ik ook even lekker snel wat dingen maken. Kijk eens aan. Doen we zo. Hebben we even 8 toortjes. Hoppakee, dat is ook wel fijn. Anders is het heel erg donker en kunnen we niks zien. En let's go! We hebben iron gevonden. Oké, okay, we hebben in principe 3 iron nodig. Nee, dat meen je niet. Was het echt maar 2 iron? Was het echt maar 2... Oh,
my god. Ik dacht, oh, we hebben echt mega snel iron gevonden. Maar het was er 2. En we hebben de 3 nodig voor een pickaxe. Dit meen je niet. Dit is zo genaaid. Ik heb er 3 nodig. Anders kan ik wel diamonds vinden. Maar dan kan ik ze niet hakken. Oké, mijn pickaxe is bijna kapot. Maar jongens, ik ben echt keihard naar beneden gemaaid. En kijk wat ik tegenkom. Het is echt ongelooflijk. Maar ik heb dus gewoon sneller diamonds gevonden dan iron. Hoe is dat mogelijk? Ik zweer het je. Ik heb letterlijk maar 1 diamond nodig. En die heb ik gevonden. Maar iron heb ik nog niet gevonden. Hoe de F kan dit? Oké, nou ja. Ik ga hier maar gewoon, denk ik, rechtdoor minen. In de hoop dat ik iets van iron tegenkom. Oké, dit is ook echt mega irritant. Kan ik ze niet even zo oppakken? Let's go. Oh, jongens, jongens, jongens. Hoe kan ik nou eerder diamonds vinden dan 3 iron? Dat is ook echt bizar. Minecraft kan soms zo random zijn. En dames en heren, kijk eens wat we tegenkomen. Terwijl onze stone pickaxe letterlijk bijna kapot is. Bang, bang. We komen iron tegen. Let's go. Oké, ik kan dit denk ik nog hakken. Ja, en ik heb precies genoeg. Oké, ja, ik heb er zelfs nog 1 meer dan genoeg. Oké, gelukkig heb ik echt superveel mee kunnen nemen. Ik heb hier mijn crafting table. Let's go. En ik heb hier ook een oven. Ik heb alle 3 de ovens zelfs. Dus die kunnen we ook hier allemaal plaatsen. Kijk, we kunnen in die oven. We hebben heel veel kool. We hebben natuurlijk ook allemaal kool gekregen. Daar kunnen we de iron in gooien. Wacht, ik verdeel die iron mooi. Dan gaat het nog sneller. En dan kunnen we daar een mooie iron pickaxe van gaan maken. En dan kunnen we deze diamonds hakken. Let's go. Oké, laten we even sticks maken. Hoppakee, dat zijn stickies. En dan pakken we deze hier eruit. Zo, hoppa. Oh, ik moet natuurlijk... alles wat ik kan droppen, moet ik niet die sticks droppen. Oké, dan maken we zo een iron pickaxe. Yes. En dan kunnen we deze iron pickaxe, deze diamonds hier hakken. Precies wat we nodig hebben. Oké, dan moet ik ze wel oppakken. Die gaat weg. Hoppakee, 3 diamonds. Echt, hoe kon ik nou sneller diamonds vinden dan 3 iron? Ik vind het ongelooflijk. En ik besef me nu... Oh, maar ik heb trouwens ook, zeg maar, voor deze recipe iron nodig. Oh, nee, oh, nee. Oké, ik moet dus meer iron fixen. Hoe kan ik 3 diamonds eerder vinden dan iron? Ik ben er gewoon chagrijnig door. Oké, nou ja, ik ga gewoon mijn best doen om nog meer iron te fixen. Want dit is echt ongelooflijk. En dames en heren, we zijn weer een heel stuk verder. En ik kom eindelijk iron tegen. En als het goed is, moet dit zelfs genoeg iron zijn. Hoppakee, let's go. Oké, we hebben nu, even kijken, 4 iron. Oh, we moeten er 6 hebben. Oh nee. Nou, dan kunnen we weer doorgaan met hakken. Dit is echt ongelooflijk, hè. Kijk hoeveel ik kan. Ik moet alleen nog 1 iron. Nou, dames en heren, ik ben maar de hele tijd stenen pickaxe aan het maken. En we zijn echt al mega ver. Maar kijk eens aan, we hebben hier 1 iron. Het is ook letterlijk maar 1 iron. Oké, gelukkig heb ik niet meer nodig. 5 iron plus dat is 6 iron. En dan kunnen we nu eindelijk dat maken wat we de hele tijd willen maken. Waar we heel deze video al mee bezig zijn. Hier, en nu kan je zien hoe ver ik letterlijk gemined heb. Zeg maar, ik vind gewoon sneller diamonds dan iron. Ik ben echt een goat, eigenlijk. Oh nee, oh, we hebben hier zelfs een gat gemined. Oké, ja, we zijn echt heel erg ver gekomen. En zo hebben we letterlijk 6 iron gevonden. Normaal vind je iron echt veel sneller. Maar hé, maakt niet uit. We hebben het gedaan. Het werd dus tijd. Oké, let's go. Die gaat erin. En die verdelen we dan ook maar even zo. Hoppakee, hierover. En dan moeten we nu even wachten op onze 5 iron. En dan kunnen we hem eindelijk maken. Oké, deze 2 zijn klaar. En deze 2 zijn ook bijna klaar. Nog eentje. Let's go. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Bang, bang. Oké, en dan kunnen we hem nu eindelijk maken. Als het goed is, moeten we dit doen. En dit doen. De 2 diamonds. En dan bang. De giant, mega giant machine. Let's go. En wat? Oké, deze is echt ziek. Laten we snel boven de grond gaan. Oké, we zijn boven de grond. En kijk, ik kan... Wow. Overal waar ik richt, schiet hij een pijl. Hij heeft wel een cooldown. Dat is wel jammer. Maar dit is wel echt ziek. Deze had ik echt eerder nodig. Oké, ik heb dus net een wither spawn egg, zeg maar, ingespand. En we gaan kijken of we hem kunnen verslaan. Let's go. Oh nee, oh, wat ik... Oh, ik wou niet deze, ik wou echt een wither. Wat is dit? Wacht, we maken wel gewoon even een wither. Even naar creative. Oké, we hebben even een creative een wither gemaakt. En wow, die wither is dus ook echt gigantisch. Oké, die wither bugt helemaal. Oké, ik dacht... Oh nee. Oké, die wither bugt niet. Oké, oh mijn god. Oh nee, ik dacht dat dit makkelijker werd. Oké, kom op. We hebben wel echt een mega overpowered wapen. Kom op, let's go. Let's go. Kill die wither. Kijk, zijn HP eraf gaat per schot. Bro, jij bent niks. Jij bent niks voor mij, maat. Oh nee. Oh nee, je komt wel heel dichtbij. Oké, ik ga je slaan. Oh nee, ik ga je niet slaan. Oké, kom op. Bro, dit is gewoon... Wat is dit? Auw. Nee. Oké. Zelfs met dit wapen is de Wither nog te sterk voor mij. Dit waren mobs, maar ze waren gigantisch. Zelfs de Wither was gigantisch. Ik had het kunnen weten. Vond je dit nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Wil je nou Minecraft zien waarin ik alles kan breken? Ik kan zelfs lucht, lava en water breken. Klik dan snel op deze video. Ja, klik er even op. Kom op, doe het even. Heb je die video al gezien? Vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. Want er komt elke dag een nieuwe video om 6:30. En ik zeg, Mick out.